Gaan we even naar, om iedereen een kans te geven. GasUnie, Gerard, wie zijn jullie stakeholders? Dat is een vraag die inderdaad wel vaker gesteld wordt. Dus je bent voorbereid? Ja, maar we weten ook dat dat altijd een heel lastig antwoord is. Okay, want je kunt succes. Zeggen, de stakeholders, dat zijn alle klanten die je hebt. Dan kun je zeggen, dat zijn alle mensen thuis, omdat iedereen in Nederland in feite een aardgasverbruiker is en wij mede mogelijk maken dat iedereen thuis zeg maar aardgas krijgt. Maar dat is misschien wel een soort tweede ring van stakeholders. Daarnaast zijn er natuurlijk ook overheden, aandeelhouders, eigenlijk iedereen met wie je de discussie voert over hoe we uiteindelijk in de toekomst een energievoorziening in Nederland willen realiseren. Mm-hmm. Oppositie, denken jullie dat die alles genoemd heeft? Of zou je nog andere stakeholders kunnen aanwijzen? Heeft dat iedereen eventueel inspraak bijvoorbeeld? Elke stakeholder? Of is het meer overheid? Of? Nee, dat niet. Dat zie je al uit dat ik aangeef van dat er een eerste ring en een soort tweede ring is natuurlijk. Je hebt een, zeg maar de eindverbruikers die er zijn, de klanten, de huishoudens, ja, de industrieën. Afhankelijk van de grootte zul je ook op een gegeven moment je lawaai maken en daarmee direct of indirect je inbreng proberen te realiseren. Oké, okay. Maar zijn er nog andere stakeholders aan te wijzen? De mijnwerkers. Oh, sorry, de medewerkers, de mijnwerkers. Ik denk dat het ging toch om gas, maar. Nee, die zijn er niet. Nou ja, wie weet stakeholder. Die zijn er maar, de medewerkers zijn ook stakeholders, of niet? Ja. Oké. Okay. Ook, ja. En de kinderen van de medewerkers? Nou ja, wat ik zei, je kunt, ik vind al dat je de stakeholders in meerdere lagen om je heen kunt zetten. En sommige mm-hmm. staan dichterbij en andere staan verder weg. Ja, en ik zou het zo mooi vinden in een volledigheid te hebben. Een analyse. Dus wie zou er dan nog meer bij moeten? Ik mis de energiedistributie. Distributiebedrijven, oké. Okay. Ja. Wie mist nog meer wat? Milieuorganisaties. Milieuorganisaties. Wie nog meer? Omwonenden. En wat zei je? Poetin. Ja, ik weet niet. Ja, ongetwijfeld heb je gelijk. Ik weet alleen niet of ik dat persoonlijk erg belangrijk vind, maar het telt wel mee. Ja, ja zeker. Ja. Toeleveranciers. Ja, oh, je denkt natuurlijk aan verzakkende huizen en zo. Ja. Ja. Met andere woorden, wat je hier nou hoort noemen, is een aantal mensen die hier een positief belang, een stake in hebben. En een aantal mensen met een negatief belang. Bijvoorbeeld de mensen met de woningen die de scheuren in de huizen krijgen. Dat schijnt hier en daar te gebeuren, misschien wel door de gaswinning. Die hebben dus een negatief belang daarbij. En stel dat de natuur aangetast wordt, dan denk je aan broeikaseffect en zo, bij het verbranden van gas, dan praat je dus ook over bijvoorbeeld ja, het milieu, maar ook de natuur. Kan de natuur een stakeholder zijn? Of is dat te abstract? Ja, ja, zeker. Dus kan de natuur een stakeholder zijn? Ja, voor sommigen wel, anderen niet. Die zeggen dan, ja goed, dan niet de natuur, maar hun vertegenwoordigers, mensen die daarvoor spreken. En wat vind je van mensen over een eeuw? Kunnen die stakeholder zijn van wat er nu gebeurt? Ja? En dan, als dat zo is, ja, en dat valt natuurlijk wat voor te zeggen, omdat ja, zeker als je denkt aan broeikaseffect, en als dat grote veranderingen van onze woonomgeving, onze natuurlijk leefmilieu, tot gevolg zouden hebben, dan gaan ze dat over een eeuw ook merken. En dan zou je die dus erbij moeten betrekken. Het is alleen zo lastig om ze te vragen wat ze vinden natuurlijk, dat wel. Dat betekent dus dat het beste wat je dan kan doen is nu nadenken over wat zij vermoedelijk zouden vinden.